Ze is niet in één woord te vangen. Ze is zoveel dingen bij elkaar. Mensen ja, worden enthousiast als ze haar bezig zien. Zij is ook heel erg, hoe zou ik zeggen, gedreven en ook heel erg, nou haast veel eisend zou ik willen zeggen. Dus het is niet iemand die zomaar een beetje gezellig wat praat. Ze wil ook echt iets bereiken en ja, eist bijna, ook inclusief mezelf, bepaalde dingen dat die inderdaad gaan gebeuren. Zij is altijd op zoek naar iets nieuws. En wil altijd de net voorbij de grenzen van wat we op dit moment aanbieden. En dat, dat daagt ons uit. En dat houdt ons scherp. En dan proberen we haar daarin te faciliteren. Ze is zo enthousiast dat ze dus mensen mee kan nemen in die vernieuwingsdrang. Hè? Om te proberen nieuwe methodes te ontwikkelen. De wereld om ons heen verandert. Wordt steeds meer digitaal. En onze studenten verwachten steeds meer dat wij daarin meegaan. Nou, Feline is daar een van de voorlopers. Probeert nieuwe dingen uit, zowel op campus als online. En kijkt wat werkt niet. En daar leren we van en dat kunnen we verder uitrollen. Wat mij drijft in onderwijsinnovatie is zorgen dat alle studenten op hun eigen niveau en tempo onderwijs kunnen consumeren. En het mooie van online onderwijs gebruiken in je onderwijs op de universiteit is dat je kan zorgen dat studenten jouw materiaal op hun eigen manier en tempo kunnen consumeren. Dus in plaats van een college van 2 uur kleine filmpjes op YouTube en de studenten die denken dit weet ik al, die kijken dat niet. De studenten die denken, hè, verdorie, hoe zit ik precies? Ja, die kijken misschien langzamer, die lezen wat extra materiaal en zo zorg je dus dat alle studenten, of in ieder geval een groot gedeelte van de studenten, jouw materiaal mee kunnen volgen. Wat heel gaaf is aan het meer online geven van onderwijs. Ik heb in een collegezaal 200 studenten. Dus als ik 250.000 studenten wil kunnen bedienen op een universiteit, dan ben ik meer dan 1000 jaar bezig. En nu heb ik dat in 2 jaar kunnen bereiken. Dus dat is iets, een andere manier waarop online onderwijs onze slagkracht gewoon enorm vergroot. En wat mensen kunnen bereiken die we anders niet bereiken. Wat ik denk dat er in de toekomst echt van online onderwijs ligt, is gepersonaliseerd leren. Dus op basis van het gedrag wat een student online vertoont, materiaal maken. Dus wat ik me in een verre toekomst voorstel, is dat een student in een programmeeromgeving komt en we daar wat vragen stellen van hoe zou je dit maken, hoe pak je dat aan? Leg dit concept eens uit en op basis van zo'n toetje voor die student een curriculum samenstelt van nou, doe eerst maar dit en dan dat. En daar niet alleen de kennis van de studenten meenemen, maar ook de voorkeuren.